Ja, hij was zo stoned als een garnaal. En met die positieve noot starten we de stream. Of need a rant, female. And we do like the female. Niks. Nou, mijn Insta zat voornamelijk vol met hele leuke modellen. En dat kijk je af en toe. Press X to doubt. Mark heeft allemaal creepers naar binnen gelaten. Ja, die komen voor ons werk. Die heb ik ook gezien. Hey, ze leveren werk op, want ze maken de hele village naar de tering. Moeten mensen het weer opbouwen, dus dat is juist werkgelegenheid. Nee. Oh, cricket al. Mag ik een... in de chat? Er zitten zoveel goede mons op die route en hij krijgt een cricket. Simons favoriete Pokémon. Simon, let op. Ga snel naar een ander toe. Het was oprecht dit keer een Bidoof. Ik was dit keer niet aan het kutten en een B-barrel. Het was oprecht een Bidoof. Ah, losing your class. Ja, dat is altijd naar. Hij is mijn lab partner. Fuck the losers in de klasse. Haha, got him. Sander was ooit mijn loser van de klas. Mijn labpartner. Helemaal niet. Ik heb nooit in je fucking projectgroepje gezeten. Niet lopen kutten nu. Al mijn internet loopt nu vast. Ja, dit. Nou. Mirror B Dance. Ga je naar Digital Nikon? Ja, ik ga met twee vrienden van me. Ik heb dit weekend kunnen oefenen met mijn dancing skills. Ik was dit weekend bij een concert. Ik heb het ook een soort van kunnen oefenen, want ik moest meedansen op dat feest. Met een leuk iemand of was het alleen? Het was met de boys. Okay, die nice. Die kunnen ook wel leuk zijn, maar dat was niet helemaal waar ik op doelde eigenlijk. Komt hij ineens met zijn level 9 Pidgey? Hij deed Steel Wing. Ja, deze Pidgey is een Skarmory in the sky. Ja, en uiteindelijk ben je wel gewoon invested in de main characters, dus dan... vind ik het wel een open eind. Als Attack on Titan kenner natuurlijk. Oké, Sander, hoeveel Titans zijn er dan? 28. Natuurlijk. Maar hoe tel je dat degene van vroeger ook mee? De soorten Titans. Oh. Dan 9. Het zijn er 9, toch? Ja, het zijn er 9. Ja, ik dacht dat je... Ik wist niet dat je soorten bedoelde, zeg maar. Maar dan wist ik het wel. Dan wist ik wel dat het er 9 waren, natuurlijk. Wat dacht je dan wat ik vroeg? Sorry, ruis van de lijn. Er zit een ruis in zijn hoofd. Ik rijd door een... tunnel. Ja, geheime tunnel. Dr. Stoned? Simon, ben je begonnen met Dr. Stoned? Heel goed. Nu is hij gewoon shit aan het verzinnen. Dr. Stoned. Nee, het is echt een serie Dr. Stoned. Ja. Er is maar één flashback episode van heel de wereld, dat durf ik wel te stellen, die je niet hoeft te skippen. En dat is die van Avatar The Last Airbender, Players of Ember Island. Hele goede special effects. Hele goede special effects. Kletch, kabam! Heb je over, wist ervan, Blue Exorcist. Wanneer komt Green Exorcist uit trouwens? Eerst komt Red Exorcist, dan komt Green Sandring. Dan heb je RGB maar... Exorcist. Simon zegt LGBT Exorcist bijna. Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Nou ja, de L mag wel hoor, voor mij. De L mag wel. Ik ben heel erg blij met de homo's hoor. Ja, die pikken minder vrouwtjes in. Hè. Ja, precies. En nemen nog een andere grootste met zich mee ook. Ja, helemaal top. Ja. Voor mij. Ik heb meer hekel aan lesbien, behalve als ik bepaalde video's kijk, zeg maar. Dan niet, maar over het algemeen... Nendo cancelled. Hoezo? Ik zeg toch dat ik biseksueel accepteer voor gekke trio's. Nee, nu kom je er positief uit, hoor. Eén ding is zeker, bier is niks voor mij. Dat heb ik ooit een keer gedronken, dat vond ik niks. Nee, dat is ook niks voor mij. Bah, maar ik vond het echt niks. Uit de tap is het lekkerst. Sowieso, de uit ene zegt... Niks. Dit is piswater, de ander zegt dat is piswater. Mijn conclusie, ja. Het is allemaal piswater. Ja, nee. Ja, als iedereen discussieert over welke piswater is, dan moet het toch, conclusie, allemaal piswater zijn. Ik vind oprecht, het spaar ik niet zo.
Hoezo? Het is water. Ja, het is, dus je proeft verschil in water. Ik ga een peukie doen. Vaak als ik dan kijk naar nieuwe telefoons, zijn er te veel onnodige features. Dan hebben ze twee camera's aan de voorkant, drie aan de achterkant. Dan denk ik, ik gebruik toch maar één camera. Nee hoor, ik heb er vijf. En wat halen ze eruit, heb ik laatst gehoord? SD-kaartjes! Wat? Hope you guys are doing good. Just stopping by to say hello. Hello. Thank you, all caveman. Fried chicken. Root beer. Dunkin' Donut. Weet ik het. No, sorry. I'm just kidding. I don't need money. I mean, I'm poor, but I don't need money. I can sleep on a bench, you know? That's fine. Yeah, he looks fucking dead water. Of course he doesn't. I don't need money. I have tap water. I mean, he kind of needs it sometimes because he spends his money on Avatar The Last Airbender and then he gets disappointed that the game sucks. And then plays it on the marketplace.nl and then eventually give it to my nephew because my nephew said, "Ah, I want the game." And then being sad that I couldn't get enough money back. Met Comic Con ga ik op foto met goede cosplayers. Oh, wacht even, nu wil ik ook naar Comic Con. Als ik zou moeten cosplayen, zou ik gaan als die guy van YouTube en Twitch. Hij heet iets met Henk. Nee, iets met gaming of zo. Oh. Gaming SB, dat was hem. Ik denk dat ik als hem zou gaan. De politiek is echt een rat. Mark Rutte. Mark Ratten. Mark Ratten. Ja, dat vind ik goed. Die is wel leuk. Ja, je wil not speedrunning. I don't even know the speedrun for hard gold. I think you need like a rage crocodile. No. You're doing the speedrun wrong. You need the shiny. crocodile with rage. That's what you need. That's only the way to get a valid run. Okay. Yeah. Hoe heb ik die Ho-Oh nog niet shiny tegengekomen? Ik heb zo vaak deze game gereset. Kijk, weer niet shiny. Hoe dan? Maar Sander, het scheelt wel. Die furries staan meestal alleen maar bij de ingang. En daar blijven ze meestal ook wel. Er zat eentje gewoon in een rolstoel zelfs. Het haalt ze niet tegen, joh. Nou ja, zie je ook alweer welk publiek het aantrekt. Sorry. Die kan niet. De hele discussie erover van, hè, hoe of wat wil je, of waar zou je op afknappen, weet je wel. Ik zou afknappen als ze een pijl gericht op hun genitalia hebben. Nee, dat is gewoon van Avatar, kom op, dat is gewoon seks. Op zijn knietjes. Op zijn knietjes. Nee, ik miste niks, ik deed rock polish. Dus dan... Ik sta op die knietjes, wat wil je? En dit is een... Oh nee. Nou. Ik word hier gescamd. Dit kan toch niet waar zijn? Dit kan niet... Weet je wat Mark zou zeggen nu? Dit is niet normaal meer! Dan, we zien is het weer een Cinequil vandaag. Nee, dat is een grapje, Dat kan niet, eens meer, joh. Ze hebben het ontzocht, hè? En op de Amsterdamse Unie. Wauw. Kan niet. Ik moet even heel boos naar Simon kijken. Ah, nee. Hij zegt dat ik een ananas video moet maken. Vind ik vies. Dat moeten we niet hebben. Nee, Simon, jij moet een ananas video maken. Ja, wanneer komt jij weer met een ananas kroket? Nu hoor je het fantastische geluid van een stofzuiger. Hallo, stofzuiger. Ja, het erge is, hè. Er wordt beneden gestofzuigd. En je hoort het gewoon vanaf hier. Heb je er nog steeds geen deur in zitten? Nee. Nee, ik zie inderdaad nooit reclame. Ik heb niet voor niets adblock. Ja, maar elke keer als ik op Twitch een reclame krijg, dan gaat zeg maar geluid zo snel mogelijk uit. En dan ga ik heel snel naar een ander tablet. Want ik ben dus allergisch voor reclame. Ik kan er echt ziek van worden. Dan krijgt die uitslag van. Ja. En jeuk. Heel veel jeuk. Overal. Voor een bitter garnituur. Oeh, hou op. Nu krijg ik honger. Dan buik je dat ram op. Oh, nee, als je frituur zegt, dan neem mijn brein. Oh, frikandellen. Oh, lekker. Ja, jongens, we zijn zo ver gekomen in deze wereld dat we nu op Twitch hot yoga hebben voor 18+. Oh,
moet dat? Ja. Oh, oké. Okay. Nee, dan ook nee, niet. Dit is toch niet meer normaal, dit? Dit is niet normaal meer! Ik doe ook graag moeite voor die shiny Totodile at the moment. Maar moet ik hier komen? Het kan niet zo... Hij kan me niet blijven ontwijken. Ik heb al 6 shinies gehad in deze game. Hoe kan het 6 keer geen Totodile zijn? Wat zijn de kansen? Hey, ik denk wel dat we voor nu er een eind aan breien. Ja, merk ik wat, hoe heet het? Inkaking. Ja, dat noemen ze inkaking. Inkaking, ja precies. Dus, vond je dit nou zo'n leuke streaming? Ja, maar natuurlijk vond je dat. Dan mag je het volgende keer terugkomen. Zo niet, dan vertel je waarom en dan zie ik jullie bij een volgende streaming. Ajoe! Dit was, meestal doe ik later, maar boeien. Nu doe je een IU. Ja.